We nemen jullie graag mee in de duivenwereld van Jordi Michiels. Jordi is geen groentje meer. 12 jaar geleden kreeg hij de smaak te pakken via zijn vaken. Ik ben in de duivensport terechtgekomen via mijn grootvader. Die speelde vroeger onderin met zijn broer. En ja, met dat als kleinste van mee op het kot te komen, ben ik er zo wat mee ingerold eigenlijk. En dan met het overlijden van zijn broer, ja, ben ik er meer en meer wat betrokken gekomen. En meer en meer dat toch de microben te pakken te krijgen hebben. Ik ben zelfstandige tuinaanleg. En dat vraagt veel tijd ook. S'middags begin ik op tijd ook. Dan neemt hij het over van de duiven eigenlijk. Dan lost hij in het begin van het jaar. Want in het begin van het jaar, als het koud weer is, dan lossen wij niet op tijd. Alleen niet s'morgens vroeg de oude duiven. En dan lost hij die. Maar vanaf dat het warmer begint te worden, ja, dan los ik ook al een kotteke. En dan roept hij ze achteraf binnen. En dan voederen ook wat. Ja, helpen elkander eigenlijk. Ja, waar dat nodig is eigenlijk. We willen bespreken dat zo wat s'avonds, wat dat er moet gebeuren en wie dat wat doet. En dan wordt dat een dag erna uitgevoerd. Stilstaan is achteruit gaan. En dat weet ook Jordi. Samen met de resultaten gaat ook de infrastructuur erop vooruit. Toen ik in 2010 ben begost, is dat vooral met 2 kottekes begost. Met 10 jonge duiven. En dan is dat stelselmatig iets meer geworden. Omdat er dan het jaar erachter met de oude ook weer gespeeld. En dan met de jongen ook. En dan een paar jaar erachter, dan wouden we toch wat op de kleine halve font ook proberen mee te doen. En dan is dat ook nog wat een kotteke voorbij gezet. En zo is dat stelselmatig uitgegroeid eigenlijk. En deze kot is nu heel gemakkelijk gemaakt voor mij en mijn grootvader qua onderhoud en in het lossen. Dat je meer tijd kunt besteden aan de duiven zelf op een gemakkelijk mogelijke manier. En dat de duiven ook proper zitten en hygiënisch zijn. Allee, dat ze niet, dat je niet iedere week ziektes hebt of zo. Aan de voorkant zijn het vooral rennen. Maar ze hebben een binnenafdeling ook. En die gaas is er aan voor de wind een beetje te breken. Voor niet constant tocht te hebben op het kot eigenlijk. Er moet zuurstof op het hok zijn. Maar er mag ook niet te veel tocht zijn. Is de bedoeling van volgend jaar voor een nieuwe kweekafdeling te zetten. Dat ze allemaal in boksen komen. Voor zekerheid te hebben van dat ze uit dat koppel komen en dan voor te kunnen herkoppelen ook, voor toch wat beter te kunnen selecteren. Maar dat is meer tegen volgend jaar dat de bedoeling is van hier. Naast een goede infrastructuur staat de verzorging van Jordi's en atleten op de eerste plaats. De verzorging is belangrijk. In het begin van de week proberen we lichter eten. En tegen het eind van de week wordt dat stilaan opgebouwd. Voordat ze de krachten hebben om thuis te geraken. Oude duiven die hebben in de weerstand wat. Die zijn niet zo gemakkelijk ziek. Maar jongere duiven die kunnen iets rapper ziek worden. Voordat ze vliegen wordt er toch naar gezien dat de duiven in orde zijn, dat de koppetjes in orde zijn en dat ze te goed in de pluimen zijn. Dat ze toch een beetje in orde zijn om toch mee op de vlucht te gaan. Duivensport is lekker atleten eigenlijk. Hè. Daarmee kunnen we zo wat vergelijken. Hè. De zieke atleet kan ook geen wedstrijd doen en dat is met duiven ook zo. Om op een goed blaadje te komen bij Jordi, moeten de duifjes presteren. En die goed presteert is altijd een lievelingsduif. Hè. En die minder goed presteert, die houden niet graag eigenlijk. Hè. En er zijn er wel een paar die goed presteren en dat zijn de favorieten eigenlijk. Hè.
Ja, deze duif die heeft 2 jaar achtereen bij de oude en bij de jaarse de tweede asduif in de Mijlstraat gevlogen op Kieverijn. En ja, dat is toch iets dat je bijblijft. Ja, deze heeft de naam Blue Princess. Ja, omdat ze blauw is en ja, dat is een davinneke en ja, dat is toch de favoriet eigenlijk van het kot eigenlijk. Er wordt wel eens gezegd dat de duivenmelker een uitstervend ras is, maar Jordi heeft er een goed oog in. Er is veel veranderd tegenover vroeger. Ook was het, weer veel minder. Waren er meer melkers met minder duiven. En nu is het met meer duiven en minder liefhebbers. De ouder vallen weg. En het is de jongere generatie wat die het moet doen. En er is wel toch hier in de buurt is er toch wel nog een lage gemiddelde leeftijd eigenlijk, denk ik, van liefhebbers. Rond de 30, 40 jaar zitten er hier toch nog veel in de geburen. Jordi's passie voor de duiven zit diep gebeiteld. De spanning en hoop die met de duivensport gepaard gaat, staat boven alles. Het schoonste is vooral als het thuisinkomen van de vlucht. Hè. En zeker oude duiven die 200 kilometer thuiskomen. Dat is het schoonste eigenlijk. Als je begint met de duiven, is dat toch wel iets dat denk ik boeiend maakt. Jordi is een vat vol ambities, maar blijft met beide voeten op de grond. In de toekomst is de bedoeling van toch iets naar de grotere vluchten te gaan. Naar 300-400 kilometer toch. Ja, proberen een nationalist een keer te winnen. Hè. Op een bus of een chateau of zo eens een keer. Maar ja, simpel is dat allemaal niet. Hè. Samen met zijn grootvader is Jordi rotsvast van overtuigd dat de volgende generatie een belangrijke rol zal spelen in deze charmante sport.